Peter, voor wie je het nog niet kent, kan je even kort vertellen wat natuurlijk veilig eigenlijk is? Natuurlijk veilig is het onderzoek dat is gestart naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst die Rijkswaterstaat heeft met wel 10 natuurorganisaties, terreinbeheerders, maar ook clubs zoals de Waddenvereniging of de werkgroep Stichting de Noordzee. Gezamenlijk, en het gaat de hele samenwerkingsovereenkomst over zandsuppleties. Dus het kustbeheer in Nederland wordt gedaan vooral door zand toe te voegen in de vorm van zandsuppleties. En dat doen we dus in de kust, vlakbij, net onder water of net boven water. Dat is een stuk waar we niet zo goed weten hoe de ecologie in elkaar zit. En wat het effect van die suppleties is. En dus weten we ook niet goed wat het effect is van die suppleties. Nou, daar werden we op aangesproken en toen hebben we gezegd, nou ja, dan moeten we dat onderzoeken. Want we gaan wel door met op die manier de kust te onderhouden. Daar is een samenwerkingsovereenkomst uitgekomen. Dat is voornamelijk heel veel onderzoek doen inhoudt. En een van de onderzoeksporen was de effect op duinen. Dat is het stuk wat dus heel erg aansluit bij de workshops Dynamisch Kustbeheer. En daar willen we nu nog even iets, een jaarlijks organiseren. Dus deze informatiedag, waar we aan alle convenantpartners en wie het verder nog interesseert, vertellen wat de stand van zaken is van dat onderzoek. Dus het zijn heel veel tussenstanden. Vorig jaar is een presentatie gehouden door Albert Oost over het onderzoek, de statistiek, alles wat er onderzocht is aan de dynamiek in de duinen en het beheer van de duinen. Dat was nog best een abstract verhaal. Stephanie Eyff heeft daar ook heel hard aan meegewerkt. Kort voor die dag. Die ook hier in de sessie aanwezig is. En we hebben het afgelopen jaar gewerkt om dat wat meer toepasbaar te maken. En tegelijkertijd zijn we vanuit Natuurlijk Veilig doen we ook bijdrage aan onderzoeken die anderen doen. Ja, en het onderzoek van Albert komt straks ook terug. Hè? Dat is inmiddels wat verder. En dan gaat hij er via een video bijdrage weer wat vertellen aan jullie. En we hebben ook zo'n video van het onderzoek van Tjusse, die hier ook aan tafel zit, die jullie ook inmiddels kennen van net. Hetzelfde gezicht. En dat zijn dus 2 verhalen over onderzoek in de duinen. En Peter, ik begreep van jou ook, er zijn ook onderzoekers bezig met het effect van die suppleties op onderwaternatuur. Maar daar komt nog bericht van over hoe dat dan nog gedeeld wordt, hè, dat onderzoek. Ja, dat wordt waarschijnlijk begin volgend jaar gaan we nog een onderwaterverhaal in zandsuppleties houden. Ja, dan zetten we de snorkel op en dan... Ja, precies. Ja. Oké, dus maar vandaag is 2 onderzoekers over de duinen. Dus laten we starten met het eerste verhaal. Dat komt dus van Tjusse. En Tjusse, jij gaat ons meenemen naar het strand van Texel in de video. Tjusse is dus hier ook aanwezig. Dus als er iets bij je opkomt tijdens de video, onthoud het even, want dan kan je het daarna aan Tjusse vragen. Dan gaan we nog even samen in gesprek. Maar eerst dus op naar Texel. Dit is Tjusse van der Heijden. Hij is onderzoeker bij het NIOS en hoogleraar kustecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tjusse, waar kijken we naar? We kijken hier naar een zandvanger. En hij heeft een hele grote fin, zoals je kunt zien. En daarmee richt hij zich op de wind. We zijn hier bezig met een experiment waarbij we willen weten hoe die duintjes zich vormen. Nou ja, een duin, daar heb je eigenlijk 2 voorwaarden voor nodig. Je hebt iets nodig wat zand invangt en je hebt het stuivende zand heb je nodig. Dus ja, dan moet je dus wel weten hoeveel stuivend zand je hebt. En wat hij dus doet, heeft allerlei kleine buisjes zitten. En het zand wat stuift, dat kan dus in die buisjes stuiven. En door deze met regelmaat te legen, weten we eigenlijk dus precies hoeveel stuivend zand er dus langskomt over de tijd. Waar gaat het onderzoek ruimte voor zand eigenlijk over? Nou, we staan hier eigenlijk bij een vrij breedste kust. Hier hebben we hier een wit duin en daarachter een enorm groot stuk grijsduin. En eigenlijk is dat voor de Nederlandse situatie zo langzamerhand best wel uniek, omdat op heel veel plaatsen is die kust heel veel versmalt, doordat we daar hebben gebouwd. En aan de andere kant, daar komt de zee omhoog en daardoor komt eigenlijk dat kustlandschap wat ertussen ligt steeds meer in de beknelling. En binnen ruimte voor zand houden we ons eigenlijk bezig met 2 vragen. Aan de ene kant willen we beter begrijpen van hoe breed moet nou zo'n kust zijn om voldoende ruimte te kunnen blijven bieden aan de planten en dieren die daar voorkomen. Dus hoeveel ruimte is er nodig voor die habitats? En ten tweede willen we begrijpen hoe we meer ruimte kunnen geven aan de natuurlijke dynamiek van de kust. Dus de natuurlijke afbraak en aangroeiprocessen die daar plaatsvinden. En voor dat onderzoek gebruiken jullie de zandvanger dus. Wat gebruiken jullie nog meer? We gaan na stormen bezoeken we duinen en kijken we hoeveel de afslag is geweest, waar de afslag is geweest, om te begrijpen van nou ja, wat doet dat nou precies? En
Wat voor gevolgen heeft dat voor die soorten die daar dan voorkomen? Welke nieuwe soorten krijg je daarna terug? En we combineren dat zelfs ook nog weer met satellietfoto's en met hoogtekaarten en dergelijke, om daar juist meer grip op te krijgen, juist op die grotere schaal. Welke verschillende habitats zijn er in de duinen? Als je bij de zee begint, dan begint het natuurlijk bij het strand. En dan, als je dan richting het land loopt, kom je de embryonale duinen tegen. Dus dat zijn de jongste duintjes. Die gaan over in de witte duinen. Dat zijn de allerhoogste duinen. Dat is ook noemen we ook wel de zeereep. En achter die witte duinen, daar kom je de grijze duinen tegen. En die kun je eigenlijk weer onderverdelen in een aantal subhabitats. Waaronder graslandachtige vegetatie. Heide bijvoorbeeld, als je wat verder naar achteren gaat. En uiteindelijk gaat dat zelfs helemaal over in duinbos. Vroeger was het zo, toen we de duinen niet beheerden, dan groeien die duinen aan. Maar dan komt ook wel eens een forse storm en die slaat dan zo'n heel duin weg. En dan komt het water, dat spoelt de duinen in. En dat ruimt dan hele stukken van die duinen op. En dan moet het opnieuw beginnen. En door dat proces van opbouw en afbraak krijg je een soort verschuivend mozaïek van allerlei verschillende leefgemeenschappen, van habitats, waar allerlei verschillende soorten voorkomen. En juist die aangroei, maar ook die afbraak, dat samenspel ertussen, dat zorgt er juist voor dat al die soorten samen in een soort schuivend mozaïek kunnen voorkomen. Op het moment dat je dat proces stopt, dan zet de successie, de opeenvolging van soorten, die zet zich gewoon door, zonder dat dat weer wordt gereset door de zee of door overstuiving. En als je dan helemaal niks zou doen, dan zou het hele grijze duinlandschap uiteindelijk bijvoorbeeld veranderen in een duinbos. Dan hou je maar één soort habitat over. En daarmee gaat dus de biodiversiteit ook heel erg naar beneden. Je hebt zo nu en dan gewoon een overstroming of een overstuiving nodig om dat proces weer opnieuw te laten starten. Zodat ook die soorten van dat vroege stadium, om die daar weer te kunnen laten groeien. Want anders zouden die op de lange termijn allemaal verdwijnen. Welke maatregelen nemen we nu al om die dynamiek meer ruimte te geven? Een van de maatregelen die we nu al nemen is bijvoorbeeld het aanbrengen van zogenaamde kerven in de duinen. Het is bijvoorbeeld voor de grijsduinen belangrijk om toch tot zekere mate ook gevoed te worden door vers zand. En krijg je dus ook overstuiving en krijg je natuurlijke dynamiek. Dus ook die begraving krijgt al meer de ruimte. Andere maatregelen waar je kunt denken zijn bijvoorbeeld stuifkuilen die in de duinen worden gemaakt. Dus dan wordt de vegetatie wordt verwijderd en dan kan dat zand ook weer gaan stuiven. Maar ook de zandsuppleties zelf, die we dus aan de vooroever doen, is ook al een stuk natuurlijker bijvoorbeeld dan wat we vroeger deden, toen we echt met bulldozers het zand het strand opreden en daar meteen het gras zoveel mogelijk aanplanten om al dat zand meteen maar op die plek vast te leggen. Een laatste interessante maatregel is begrazing. Dus als je het landschap begraast, dan gaan die grote grazen, zoals koeien of schapen, die gaan met name voor kleine boompjes, die vinden ze lekker, die eten ze op. En daardoor voorkom je dat bos zich vormt of dat grote struiken zich vormen. En daardoor hou je de successie ook tegen en verjong je eigenlijk met die grazen, verjong je het landschap. Als we de duinen gewoon hun gang laten gaan, wordt het dan niet gevaarlijk? Op sommige plekken zou het vast te gevaarlijk zijn om zomaar die duinen de ruimte te geven om kapot te gaan. Maar je kunt je ook wel voorstellen dat op plekken waar de kust heel erg breed is, dat je best zou kunnen zeggen van nou, daar geven we die kust iets meer de ruimte. Of sommige andere plekken waar je zou kunnen zeggen, nou, door slim zand te suppleren op een andere manier zoals we dat nu doen, misschien met grotere hoeveelheden in één keer, kun je dat eenmalig doen en kun je daarna de kust langdurig zijn gang laten gaan. En op die manier zou je toch meer ruimte kunnen bieden voor die natuurlijke processen. Mijn gedroomde uitkomst is dat we goed begrijpen eigenlijk hoe breed zo'n landschap nou zou moeten zijn om voldoende ruimte te bieden aan al die planten en diersoorten die er van nature voorkomen. En dat we daar ook kunnen afleiden waar voor dat soort breedtes nog juist kansen liggen in Nederland en waar het misschien niet meer kan. En dat we daarnaast ook beter begrijpen hoe we die natuurlijke dynamiek in het kustlandschap terug kunnen krijgen. En dus eigenlijk ook de ruimte kunnen bieden voor een natuurlijke handhaving van al die soorten die daar in het landschap thuis horen. Nou, Jesse, dat was je onderzoek in 5 minuten. Ja. Ja. Tevreden met deze samenvatting? Ja, mooi bondig samengevat. Ja. Als je het zo ziet, dan ik heb er wat langer over gedaan om het... We hebben die dag er wat langer over gedaan om het te filmen, maar het is een hele goede samenvatting, denk ik. Ja. Nou, mooi. Ja. Lekker. Hey, mochten mensen vragen hebben of opmerkingen aan Jesse, jullie weten de plek waar je ze neer kan zetten, namelijk in de chat. Jan Bosman zegt al gaaf verhaaltjes, hè? Dus dat is al een fijne binnenkomen. Ja. Ja. Dankjewel, inderdaad. Ik wil zelf wel even aftrappen. Ik heb namelijk wel een vraag. Als je bent bezig met die natuurlijke dynamiek, hè, van de duinen. En stel, je hebt dat voor elkaar. Hè? Die ruimte van die natuurlijke dynamiek, die is er. Maar hij ontstaat niet. Er gebeurt niks. Moeten we dat dan zelf gaan creëren? Of moeten we dat dan accepteren dat het er niet is? Wat vind jij? Nou, je zou wel kunnen denken aan, zeker in het begin, aan een aantal eenmalige ingrepen, bijvoorbeeld om zand te redynamiseren, zoals we dat nu ook al doen met kerven of stuifkuilen. Maar uiteindelijk hoop je natuurlijk dat
van zichzelf gebeurt. Ja. En aangezien onze kust op veel plekken toch erosie ook wel een belangrijke factor is, zou je ook wel verwachten dat dat door stormen op termijn nog gewoon gebeurt. Ja. Maar je zou dat natuurlijk in eerste instantie zou dat wel een duwtje kunnen geven. Gebeurt, zeg maar. Nee, de kans dat dat helemaal niet gebeurt is denk ik niet zo groot. Nee, oké. Okay. Nou, maak ik me daar geen zorgen meer over. Ik heb een vraag van Jessica gezien. Jessica van Oosten. Hebben jullie in de zandvanger ook per buisje gekeken wat de korreldiameter is? En zo ja, welke korreldiameter stuift nou het best? Ja, leuke vraag. Daar kijken we wel naar. Hè. Dus je kunt per buisje verzamelen we dat en bewaren we dat. En dat stoppen we dan in een apparaat waarmee die korreldiameters en die verdelingen kunt meten. Mm-hmm. En ja, wat het beste stuift. Nou ja, eigenlijk hoe lichter zo'n korrel is, hoe kleiner die is, hoe beter en hoe hoger die komt. Ja. En dus je zult wel zien waarschijnlijk ook als we straks die metingen gaan doen, dat de zwaardere korrels gemiddeld wat meer onderin zitten en de lichtere korrels wat meer bovenin. Gewoon omdat dat hoger komt. Ja. Want waarom zou je dat dan eigenlijk willen weten? Nou, we willen eigenlijk vooral weten hoeveel zand er eigenlijk beschikbaar is voor bijvoorbeeld duingras om in te vangen. Ja. En dus als zo'n duingras zich ergens vestigt, dan probeert zo'n gras eigenlijk zo snel mogelijk een duin te bouwen. Ja, als er geen zand stuift, dan kun je ook geen duin bouwen. Dus, nee. En als er heel veel zand is, dan stuift hij misschien wel helemaal onder. Ja, precies. En dus we proberen eigenlijk te begrijpen van, ja, hoeveel zand heeft zo'n, hoeveel zand nou is er daar beschikbaar en wat doet dat met de duinopbouw in dat systeem. Ja. Siert de Vries heeft een hele andere vraag. Die zegt, vind jij nou eigenlijk, Tjiste, dat we aan het tuinieren zijn? En zo ja, is dat erg? Hele goede vraag. Tuinieren in de duinen. Hè? Iedereen in zijn achtertuin doet, is helemaal vrij. Maar... Nou ja, je zou kunnen zeggen dat voor bepaalde... Dat viel net eigenlijk in de discussie, in de chat of in de breakout rooms ook al wel een beetje. Dat door de Natura 2000-wetgeving dat we misschien wat gedwongen worden ook om te tuinieren. En door de manier waarop we misschien ook wel met de basiskustlijn omgaan, dat ook leidt tot tuinieren, omdat het eigenlijk hele rigide manieren zijn om te kijken naar je systeem. Mm-hmm. En met dynamisch kustbeheer proberen we dat juist inderdaad wat los te laten. Ik denk dat dat wel goed is, maar dat zal inderdaad ook niet overal kunnen. Nee. Dus we zullen op sommige plekken ook moeten blijven tuinieren. En ik denk dat het onderzoek waar wij ons nu ook mee bezighouden, dat het ook voornamelijk gaat over waar moeten we blijven tuinieren, maar waar kunnen we dat ook juist loslaten en kunnen we misschien met slimme maatregelen... Ja, die natuurlijke processen meer de ruimte geven. Ja, waar ligt dan eigenlijk de grens ook, hè? Van wanneer ben je aan het tuinieren? Ja, tuinieren heeft een hele negatieve connotatie. En ik denk dat we moeten op zo slim mogelijke manier met onze kust omgaan om die ecologisch gezien zo verantwoord mogelijk te beheren. Ja. Ja. Er komen nog wat andere vragen binnen. Even kijken. Brechtje van Wezenbeek zegt, cool verhaal, mooi werk. Kan je iets meer vertellen over wat volgens jou de optimale breedte is voor natuur? En aan de hand van welke factoren je dat gaat bepalen? Zijn dat dan alle habitattypen en successiestadia of juist de ruimte voor dynamiek? Hele goede vraag. En daar zijn we een beetje nog zoekende in, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat is ook echt een beetje een onderdeel van het onderzoek. Van hoe meet je zoiets überhaupt? Wat ik verwacht eigenlijk is dat je niet kunt zeggen van dit is de allerbeste breedte die ze kunnen hebben, maar op basis van literatuur ook uit, en dat is dan niet zozeer gerelateerd aan duinen, maar meer aan andere kustlandschappen, zie je eigenlijk dat de hoeveelheid functies die een landschap kan vervullen van een kustlandschap, dat die toeneemt met de breedte, maar dat geen rechtlijnig verband is. Het is niet zo dat als je 200 meter breedte hebt, dat vergeleken met 100 meter breedte, dat je dan twee keer zoveel functies hebt, maar dat is juist een relatie die je op een gegeven moment een beetje afvlakt. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat naarmate de kust steeds breder wordt, dat als je er nog iets aan toevoegt, dat wat je er aan toevoegt relatief steeds minder belangrijk wordt naarmate die kust breder wordt, zeg maar. Okay. Als je het goed begrijpt. Het is eigenlijk een afvlakkende curve. Ja. En hoe breder, hoe beter. Nee, in beginsel natuurlijk wel. Is het hoe breder, hoe beter. Maar op een gegeven moment is, als je al een kust hebt van een kilometer breedte bijvoorbeeld, om daar nog een kilometer aan toe te voegen, dat doet dan dus niet zoveel meer. Nee. Nou, wij willen eigenlijk weten, waar zit nou dat afvlakpunt? Ja. En hoe we dat gaan meten. We beginnen eigenlijk nu heel simpelweg door gewoon te kijken van, hoe breed is die kust eigenlijk? En dat blijkt al best wel een interessante vraag. Want wanneer zeg je nou die kust is zo verstoord dat stukje landschap wat erachter ligt niet meer telt? Is dat een fietspad van een meter breed? Zeggen we dan dat erachter dat telt niet meer? Of is dat een snelweg van vier banen? Of een groot gebouw? Dus daar zit ook een groot grijs gebied. Ja. Nou, daar zijn we op dit moment gewoon heel, heel concreet mee bezig om te kijken van, hoe meten we dat eigenlijk? En vervolgens gaan we dat met satellietdata gaan we kijken van welke habitats vinden we dat terug. Ja.
En vervolgens gaan we dan ook echt in het veld kijken. We kunnen dat ook verifiëren, kunnen dat verder fine-tunen. Je kunt natuurlijk niet alles met de satelliet zien. Ja, want hoe lang zijn jullie nou met dit onderzoek bezig? Oh, nog maar net. Dus dit, we zitten in de eerste 2-3 maanden. Oh joh, dan gaan we hier ja, nog ja, ja, dit is, dit, en dit, zijn, dit is een 4-jarig onderzoek, dus we zijn echt, echt net het startblok. Ja, oké. Okay. Ja, goed te weten. Ik zag een vraag van Marcel. Die zegt onderzoek naar de minimale breedte. Ook dus daar een vraag over. Gaat dat per regio of per type? Dus wat versus vasteland? Nou, wat we doen is, we doen het voor heel Nederland. Mm-hmm. En de eerste manier waarop we dat nu gewoon proberen, is eigenlijk gewoon te zeggen van, nou, we pakken het strand en we trekken een rechte lijn naar achteren en we kijken gewoon waar we de eerste bebouwing of de eerste weg tegenkomen, daar kappen we hem af. Mm-hmm. En dat doen we dan om bijvoorbeeld de 100 meter. En, en dat kun je geautomatiseerd heel makkelijk doen. Dus dan krijg je eigenlijk een hele serie transecten langs de hele Nederlandse kust, waar we eigenlijk meten hoe breed die is. Ja. En we doen het ook in het buitenland. Dus we gaan het zelfs over de hele wereld proberen te doen. Ja. Om gewoon, en vervolgens gaan we dus inderdaad kijken van ja, wat tref je daar aan? En je kunt je ook wel voorstellen dat het niet alleen zozeer te maken heeft met breedte, maar ook met, als je een stukje transect hebt waar het dan toevallig heel breed is, en daarnaast ligt een stukje waar het dan heel smal is, dan doet dat hele brede stuk misschien ook niet zoveel. Dus het heeft ook te maken met ja, hoe aaneengesloten die stukken kust zijn. Dus ook daar zullen we naar gaan kijken. Weet je, de vraag goed heb beantwoord. Eerlijk gezegd. Kijk, want ik zie hem. Ik ben hem even kwijt. Ja, ik heb hem hier. Dan gaat dat per regio of per type? Ik weet niet helemaal wat hij met type bedoelt. Maar het gaat dus. We kijken het eerst gewoon voor heel Nederland. En we zullen daarna wel echt ook per regio inzoomen. Dus we gaan wel echt per regio bekijken. Ja, oké. Okay. Ja, precies. Nou, ja. Dan hoop ik dat we de vraag van Marcel goed beantwoord hebben zelf. Ik zag ook wat vragen over zandsuppleties. Bijvoorbeeld van Astrid en van Rudy. Dus Astrid vraagt, hoe hebben zandsuppleties invloed ten opzichte van behoudbare kustlijn? En hoe kunnen deze dynamisch kustbeheer positief beïnvloeden? Dus hoe kunnen zandsuppleties een positieve invloed leveren? Nou, de gedachte die we er nu bij hebben, is dat het wel eens negatief zou kunnen zijn. Simpelweg omdat we die basiskustlijn handhaven. Dus elke keer als er wat vanaf dreigt te spoelen, dan leggen we er snel weer een stukje zand tegenaan. En daardoor ga je eigenlijk die erosie en die verjonging dus tegen. Ja. En dat is ook logisch, want we moeten ook veilig blijven met z'n allen. Ja. En je zou kunnen zeggen van, nou, plekken waar die kust breed zat is, daar hoef je dat misschien niet zo hard te doen. Dan kun je dat soms best wel een beetje loslaten. Maar dat kan lang niet overal. En je zou kunnen zeggen van, nou ja, op plekken waar die ruimte er niet is, zou je door een stuk heel flink te suppleren, gewoon eenmalig, maak je die kustlijn gewoon een heel stuk breder. Dan kun je daarna juist misschien wel loslaten. Ja. Dat is, dus denk ook aan de zandmotor bijvoorbeeld als een extreem voorbeeld daarvan. Dat je dus een aantal plekken niet zozeer als een zandtransportmechanisme aanlegt, maar juist om die kust te verbreden, om hem vervolgens los te laten en juist ruimte te bieden aan die soorten daar. Ja, precies. Ja. Ja. Gelen vraagt, droogte en hitte zijn de toekomst. Ja. Moeten we nu gaan meten bij Bordeaux? goede vraag. Je ziet wel, ook in de proeven die we nu doen inderdaad, dat de droogte best wel een dingetje is. Onze proeven die mislukken er wel eens door. Mm-hmm. En ik denk ook wel eens van, ja, dat had misschien 10 jaar geleden was dat misschien minder een ding geweest. Ja. Maar bij Bordeaux wordt het ook steeds, dat wordt ook steeds extremer. Dus ik denk wel dat we wel moeten kijken ook naar die gebieden, hoe die functioneren. En dat is ook wel een van de redenen waarom we voor dit project niet alleen maar naar Nederland kijken, maar juist ook kijken naar van hoe functioneert dat Europees en zelfs wereldwijd. Mm-hmm. En dan zitten daar bepaalde generieke regels onder. Want dus als er een stel basisregels is waarmee we kunnen werken en dat vervolgens verder kunnen fine-tunen op de Nederlandse situatie. Dat sluit ook nog wel aan bij de vraag van Verwaat. Sorry, ik weet je voornaam niet. Die zegt, de afgelopen 40 jaar is de duimvoet in Vlaanderen gestaag gegroeid met ongeveer 6 kubieke meter per jaar. Opgetreden stormen hebben deze groei slechts zeer tijdelijk beïnvloed. Zorgen we er door onze omvangrijke suppleties voor kustlijnhandhaving niet voor dat processen van afslag en kerfvorming belet worden? Ja, dat is precies wat er gebeurt. Ja, ja. Ja. Dus je zou kunnen zeggen van door dat los te laten, kun je die erosie weer terugkrijgen. Of je breidt hem juist eenmalig uit en je probeert hem dan weer los te laten. Dat is dan de gedachte. Of dat kan, dat is nog een tweede. Hè? Dus dat is een beetje. Dus het kan zijn dat ik daar over 4 jaar heel anders over denk. Ja, precies. Maar gaan we zien dan. Dat is een beetje het uitgangspunt voor het onderzoek. Ja. Ja. Nou, nog één vraag om het af te sluiten. Hoe ziet jouw gedroomde kust eruit, Chisse? En wat moet er gebeuren om die zo te krijgen?
De gedroomde kust, jeetje. Ja, dat is een moeilijke vraag. Nee, ja, dat zou ik zo niet... Kijk, ik denk dat het wel heel mooi zou zijn dat er op veel plekken voor de kust veel meer ruimte is. En de Waddeneilanden liggen natuurlijk prachtig mooi aaneengesloten stukken kust. Ja. Die ook super dynamisch zijn en die bij wijze van spreken elke keer dat je er komt weer anders zijn. En ja. dat is wel het mooie van de kust in algemene zin, denk ik. Dat het juist heel dynamisch is. Ja. En om te zeggen van ja, de gedroomde kustlijn, ik denk dat die er ook die niet bestaat, is. Nee, die bestaat niet, maar verandert altijd. Ja, precies. Dat is ook het mooie. En dat is juist wat je wil dan. Ja. Ja. Nou ja, laten we hopen dat je met je onderzoek daar een bijdrage aan kan leveren. Dankjewel. Ja, dankjewel voor je komst naar Amersfoort ook. En je bijdrage hierin en de antwoorden op alle vragen. Ja. Jullie bedankt voor alle vragen in de chat. Heel leuk dat we zo een beetje contact kunnen hebben. Heel fijn, we gaan door naar de... tweede videobijdrage die we hebben, die is van Albert Oost. En ook hij wacht op ons ergens op een strand in Nederland. We gaan hem zo zien. En eigenlijk hetzelfde principe als net. We gaan de video kijken en dan daarna is er ruimte voor vragen. Dus op naar het strand met Albert. Dit is Albert Oost. Hij is senior adviseur bij Deltares. Vertel eens, Albert, waarom zijn jullie druk met onderzoek naar de relatie tussen duinbeheer en suppleties? Omdat we heel graag wilden weten, als je zand voor de kust legt of op het strand, in hoeverre dat nu de dynamiek en de ontwikkeling van de dynamiek in de duinen beïnvloedt. Hoe gingen we daar vroeger mee om? Nou, de context is dat we sinds 1990... suppleren, dus zand op het strand neerleggen of voor de kust om de kust op zijn plek te houden. Vroeger gebeurde dat niet. En dan moesten de duinen eigenlijk elke keer in de winter de klap opvangen van de stormen die het zand wegsloegen. En om dat nu mogelijk te maken, legde Rijkswaterstaat al die duinen heel precies vast. Met heel veel hellemaanplanten, dat plantje wat je hier ziet. En op die manier werd er zoveel mogelijk zand ingevangen. En dat sloeg dan af in de winter. En op die manier probeerde men de kustafslag tijdens die winters tegen te gaan. En hoe doen we dat nu? Nou, toen kwamen de suppleties, 1990. We gaan niet de duin op zijn plek houden, we gaan het strand op zijn plek houden. Want als het strand op zijn plek blijft liggen, dan blijft de duin ook op zijn plek. Nou, wat je hier ziet is suppletiesand. Het heeft een andere kleur dan het zand meer naar boven toe. Nou, het strand is hier hartstikke kort. Dus de golven die slaan elke keer hier de boel eraf, net als in het verleden. Maar er wordt nu aangevuld met suppleties. Dit is het restje van de suppletie. En ze komen hier ook heel regelmatig terug om weer nieuw zand aan te brengen. En dan wordt het strand weer even wat hoger. En dan knabbelt de zee dat weer af. Het mooie daarvan is dat je dan de duinen niet meer zo krampachtig hoeft te beheren. En dat was een grote wens van de natuurbeheerders. Want die natuurbeheerders die zaten met het punt dat alle zand werd ingevangen in de zeereep. En dat achterliggende gebied, dat kreeg geen zand meer. En daardoor verouderde dat razendsnel. Naar welk antwoord zochten jullie? Wat wij wilden uitzoeken uiteindelijk is van, als je dat nou wil, als je die dynamiek weer terug wil hebben, in hoeverre hebben die suppleties daar nog invloed op? Dus we hebben zowel gekeken naar de zeereep zelf, in hoeverre die meer dynamisch werd beheerd, en ook of er ook werkelijk dynamiek optrad. Is die dynamiek al zichtbaar? Nou, op de allergrootste schaal kun je natuurlijk zeggen dat het heel positief is, want door die suppleties kun je de duinen dynamischer maken. We hebben op allerlei plaatsen langs de kust gekeken, elke kilometer. En toen kwamen we er toch achter dat er verschillen zijn langs de hele Nederlandse kust. Hier in de Wadden bleek dat als je suppleerde, dat vaak samenging met een versterking van de dynamiek in de zeereep. Die Waddenstranden die zijn vaak heel erg breed. Als gevolg daarvan krijg je gewoon een nieuwe duin op het strand. Nou, dan weet je al dat het oude duin niet meer in beweging komt, want dat nieuwe duin neemt de boel over. Waar ga je suppleren? Daar waar het strand smaller wordt. Nou, dat is dan precies de plek waar ook de zeereep dan wordt aangetast af en toe en waar je dynamiek weer terugkomt. Dus dat hebben we daar in feite gevonden, dat suppleren samenviel met meer dynamische zeereep. Nou, het zuidwestelijke delta is een heel ander verhaal. Daar zijn de stranden heel vaak heel smal, dus de enige plek waar je kunt suppleren is op dat smalle strand. En het is zo smal dat je heel vaak gewoon pad op de duinvoet zit al. En dat zand, dat waait dan naar binnen toe. Maar in de Zeeuwse delta zijn vaak de duinen niet zo breed. En wordt het toch vrij intensief beplant, nog steeds. Eigenlijk een beetje op de ouderwetse manier. En dan zie je dat ook dat zand voor een heel groot deel weer wordt vastgelegd in het duin zelf. Dus daar zagen we heel wat minder toename van je dynamiek dan bijvoorbeeld langs de Waddenkust. Ik hoorde dat deze informatie is samengevat in een handige folder.
Ja, er komt binnenkort een folder uit. Het is een folder waar de belangrijkste resultaten van het hele onderzoek in samen zijn gevat op een overzichtelijke manier. En er komt er eentje voor de Wadden, er komt er eentje voor de Hollandse kust en eentje voor de Zuidwestelijke Delta. Om de beheerders een steuntje in de rug te geven van waar je nu op kunt letten als je wilt dynamiseren bijvoorbeeld. Hoe ziet de toekomst eruit? De toekomst ziet er heel dynamisch uit. Wat je krijgt is een overgang van een hele strak beheerde kust naar een hele dynamische kust. En daarbij kunnen landschappen terugkomen die we eigenlijk alleen maar nog kennen van de middeleeuwen of van de 17e eeuw. Dus dat wordt reuze spannend. De kust wordt gevarieerder, de duinen worden gevarieerder. En het landschap wordt daarmee ook een stuk waardevoller weer voor de natuur, voor al die planten en dieren. Duizenden en duizenden verschillende soorten die hier voorkomen. Dus ja, dat wordt gewoon een heel verrassingspakket. Ja, en dat was het onderzoek van Albert in 5 minuten. Maar Albert zit hier niet zelf aan tafel. Petra, waar is Albert? Albert, ik had hem vanmorgen aan de telefoon. Hij had hier graag willen zijn, maar hij is aan de ene kant. Maar tegelijkertijd is hij op vakantie en hij sjouwde over Terschelling. Dat is ook niet verkeerd. Nee. Leek mij ook met dit weer. Aan mij de honneurs om al jullie vragen te beantwoorden. Nou, dat ga je vast fantastisch doen. Hij heeft je vast helemaal gebriefd vanochtend aan de telefoon. Vorig jaar hebben we hem dus ook gehoord op de informatiedag. Ja. Wat zijn wat jou betreft nou de belangrijkste stappen die de afgelopen jaar gezet zijn? Nou, wat op de informatiedag vooral was dat we weinig tijd een verhaal wilde maken van een heel theoretisch en ook heel statistisch onderzoek wat is gedaan. Waarbij er terugkwam uit de informatiedag en ook achteraf, wat moet ik hier nou mee? Ja, dus daar was wellicht nog wat te theoretisch. We hebben niet het onderzoek nog een keer gedaan, maar we hebben echt geprobeerd om die vertaalslag te maken naar wat je er moet. Ja. En daar zijn die folders uitgekomen die Albert ook al noemde. Nou, dat was nog best een worsteling. Ik hoop dat het goed gelukt is. Ja, en hij heeft natuurlijk ook die suppleties. Hoe wordt zo'n suppletielocatie nou bepaald? Wordt daarbij nou echt rekening gehouden inmiddels met die natuurwaarde? Of hoe gaat zoiets te werk? Nee. In de praktijk, maar dat is een Rijkswaterstaatvraag natuurlijk. We hebben de basiskustlijn vastgesteld. Grosso modo is dat de kustlijn van 1990. En we vergelijken die basiskustlijn met de kust zoals die erbij ligt. En als de kust zoals die erbij ligt te veel aan de landwaartse kant van de basiskustlijn komt, dan voeren we een suppletie uit. Ja. Tenzij iedereen zegt, we willen hier geen suppletie, dan doen we het niet. En wie is dan iedereen? Nou, we maken een conceptprogramma, dat leggen we eerst intern voor aan de collega's in de regio vanuit Rijkswaterstaat. En als die al zeggen van, nou, dat willen bij ons en het waterschap hoeft het niet en de natuurorganisaties willen het niet en er staan ook geen huisjes of paviljoens die hier een suppletie willen, dan hoeft het niet. En als het daar al niet uitkomt, dan brengen we dat ook nog een keertje in de consultatie naar gewoon de mensen zelf, ja. De gemeente en de paviljoenhouders, die ook nog zelf een keertje kunnen zeggen van, nou ja, we krijgen ook heel veel reacties. We willen hier wel een suppletie. Het is alweer zoveel jaar geleden dat jullie zijn geweest. Ja. Maar dan zeggen we, nou, de basiskustlijn ligt er goed bij, dus dat gaan we niet doen. Maar als de basiskustlijn nog beschreden is, dan is dat. Maar die locatie wordt dus bepaald naar aanleiding van waar de basiskustlijn is. Ja, dat is de basis. Dat is de basis. Ja. En wordt er dan, dan wordt er dus gekeken naar de natuurwaarde in gesprek met de mensen. Vandaar, dat is de, in die regio. Ja, daar beginnen we mee. En als dat, vanuit dat gesprek, dan kan de vormgeving van de suppletie of de timing van de suppletie nog aangepast worden. Ja. Maar de basis is echt de erosie van de kust. Ja, precies. Ik zit even ondertussen naar de chat te kijken. Even kijken hoor. Er is sowieso een vraag, laten we dat eerst even uit de lucht halen. Hoe komen die genoemde folders eigenlijk beschikbaar? Is dat via Viltaris? Nee, die komen op de website van Natuurlijk Veilig. We hebben een gezamenlijke website hier door Zandbeek. En daar gaan we ze op publiceren. En ik denk dat ze zo meteen ook in de chat verschijnen. Oké, nou goed. Dan hebben we dat in ieder geval uit de lucht. Die zetten we straks in de chat en we kunnen hem op de site bekijken. Er worden verder veel opmerkingen geplaatst ook. Gelen vraagt, is de
conclusie in de Wadden niet kip-ei, suppleren bij dynamiek of dynamiek bij suppleren? Nou, dat, Luc, is een vraag naar je hart. De worsteling waar wij natuurlijk mee zaten. Want ik zei al, het is vrij statistisch ingestoken. Dus we hebben gekeken, dit is alle plekken met suppleties. Hoeveel dynamiek zien we daar nu? En alle plekken zonder suppleties, hoeveel dynamiek zien we daar nu? En daar hebben we dan later dat beheer ook nog aan toegevoegd. Maar ja, dat zegt natuurlijk niet wat er waardoor komt. Wat je dus ziet, als ik het goed zeg, maar ik word ook altijd weer door de onderzoekers zelfs verbeterd, is in de Wadden dat je ziet dat eigenlijk de dynamiek van de plek zelf dominant is over wat wij daar als mensen nog aan toevoegen. Want daar zeiden we van nou, de stranden zijn smal en daar zie je dynamiek. Mm-hmm. In de delta zie je de stranden zijn smal en daar zien we dan juist geen dynamiek op de plekken waar we suppleren. Nee. En dat heeft dus meer te maken met dat die dynamiek in de Wadden veel dominanter is en zich niet aan de kant laat zetten door onze suppleties. Dat is mijn interpretatie. Dus ik hoor wat instemmend gehum links van mij. Ben je het niet mee eens, Snitjesse? Ja, ik zit er inderdaad tussen ook een beetje te denken van waardoor zou het verschil tussen de Waddeneilanden en daarom duurde het zo lang om eruit te komen. Wat moet je hier mee? Want je zou inderdaad gewoon verwachten dat als je gewoon ergens zand bij blijft gooien, dat in ieder geval die zeereep die er al ligt, dat die aan dynamiek gewoon zou verliezen, zeg maar, omdat je hem stabiliseert effectief. Alleen wat ik in het verhaal van Albert ook wel begrijp, is dat er eigenlijk, zeker op de Waddeneilanden, vaak duintjes voorkomen en waarschijnlijk dat die dan weer verdwijnen en dat je dus eigenlijk voor die zeereep een toename van dynamiek. Maar ik ken het onderzoek ook onvoldoende goed nog om daar goed inhoudelijk Wij wilden naar heel Nederland kijken en je moet toch meer naar de plek kijken. Ja, wat er nou precies gebeurt. Want dat vraag je dus als je dus hoort, wat gebeurt er nou dan? Precies. Wat is er aan de hand? Hey, en dat zand wat je uit de zee haalt bij suppleties, dat moet je natuurlijk ergens vandaan halen. Wat voor effect heeft dat dan op dat gebied waar je het zand vandaan haalt? Ja, daar ontstaat een kuil. dat is natuurlijk de oppervlakte van de zeebodem. En het meeste leven zit in het oppervlakte. Ja. Dat heeft weer zijn tijd nodig om te herstellen. Voor schelpdieren om daar te groeien. Vissen die zwemmen er wel weer naartoe. Ja. Maar dat hoort er wel bij. En is dat ook iets waar Albert zich mee bezig houdt? Of zit hij echt meer op Nee, de tijd? We hebben eigenlijk al vanaf... ik weet het niet. Voor de effecten van de zandwinning is een monitoring- en effectplan gemaakt. Mm-hmm. Dat is onderdeel van de monitoring- en effectrapportage. Voor ontgrondingen heb je een MER nodig. En bij die MER hoort een onderzoeksprogramma. En die onderzoeken de effecten van de zandwinning. Ja. En dus hebben wij je natuurlijk veilig gezegd, we kijken alleen maar naar de effecten van de suppletie. Want de effecten van de winning, die worden in dat monitoring- en effectplan van de zandwinning al goed onderzocht. Dat doen andere mensen al. Dat doen andere mensen. En zo nu dan kijken we. Nou ja, het zijn deels dezelfde soorten. En dus soms dezelfde kennisvragen die je tegenkomt. Dus we kennen elkaar wel. Ja. Informeren elkaar over onze uitkomsten. Ja, precies. En Robert zegt nog, niet suppleren is niet alleen theoretisch. Op schimmelend oog wachten we nu daadwerkelijk met suppleren om de dynamiek meer ruimte te geven, zolang de veiligheid niet in het geding is. Onderzoeksvraag is nu hoe lang we dat precies zijn gang kunnen laten gaan. Is dat ook iets waar je bekend mee bent, Petra? Ja, ik ken het. Van op afstand het proces wat op schimmelende kook speelt. En we hebben natuurlijk op schouwen ook een suppletie opengeslagen in afstemming met de lokale partijen. Dat is ook een beetje wat ik net zei. Hè? Als wij een suppletie voorstellen omdat we zeggen, nou de erosie gaat hier hard en er wordt serieus geprotesteerd, dan gaan wij niet een suppletie door de strop duwen. Ja, en dat is dan de vraag hoe lang dat de gang kan gaan. Wordt dat niet gesuppleerd omdat het strand nog breed zat is? Of wordt er niet gesuppleerd om te kijken hoeveel je mag verliezen? Nou ja, daar op Schiermonnikoog ging het vooral over het drinkwater in het gebied. Ja. Niet over de veiligheid. Maar daar is wel een extra monitoring aan gekoppeld. Ja, ja. Om dat te monitoren van wanneer komt dat nou mogelijk in gevaar. Ja. En op Schiermonnikoog weet ik niet precies hoe ze nu die veiligheid monitoren. En wanneer, en hoe snel dan die suppletie alsnog moet plaatsvinden. Ja. Want het voordeel van langer vooruitplannen is natuurlijk ook dat je kan zeggen, we doen het niet in de winter, of we doen het wel in de zomer, of we doen het
dan heb je er meer invloed op. En als op een gegeven moment, als het dan nu moet, dan heb je daar ook weinig nog over te zeggen. Ja, Erik Evers zegt nog, we zouden misschien zichtbaar kunnen maken op welke locaties langs de hele kust en in welke mate de veiligheid niet in het geding is en ruimte is voor andere functies, zoals recreatie en natuur. Ja, er gebeurt ook veel. Hè. Je ziet veel dat waar de veiligheid niet in het geding is en die duinen breed zijn. En dat is ook een beetje het verhaal aan het begin van Hans Buisman. Dat je die legger verplaatst. Dat is een manier om die ruimte voor die dynamiek te vergroten. Mm-hmm. En eigenlijk de lijn van de veiligheid te verplaatsen. Dus dat is de manier waarop, waarop we dat nu vaak doen. Ja, ja. En maar de basiskustlijn blijft dan liggen. Dus... Ja, precies. Ja. Ja. Jij had Albert vanochtend aan de telefoon. Heeft hij nog iets meegegeven van Petra, wat je ook doet, zeg alsjeblieft dit. Want dit wil ik zo graag meegeven aan iedereen die er vanmiddag bij is. Nee, dat heb ik hem niet gevraagd, maar daar is hij ook niet meegekomen. Nee. Ik dacht, nu komt er toch echt een zin aan. Nee, ik vind de manier waarop hij zijn filmpje afsluit van dit is een mooi verrassingspakket en ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik denk dat dat voor veel mensen hier geldt van laten we kijken wat er voor moois uitkomt. Dat is één ding, kijken wat er voor moois uitkomt. Ik denk ook dat het voor sommige mensen ook, dat veel mensen ongeduldig zijn en dat we niet alleen maar gaan kijken wat er voor moois uitkomt, maar dat er ook, misschien toch wat getuineerd gaat worden. Oké, dankjewel voor de toelichting op het filmpje wat niet over jouw eigen onderzoek ging, voor het waarnemen van de neus van Albert. We gaan de folder waar het over ging met de overzichtelijke samenvatting van het onderzoek gaan we nog delen in de chat en kun je dus op de website vinden. Dus daar kan je het allemaal terugvinden. En dan zijn we voor nu dus eigenlijk aan het einde gekomen van ook deze webinar, dus ook van het tweede gedeelte van de middag. Ik kan het toch niet laten om jullie nog even te vragen om even in één zin in de chat te zetten wat je met de inzichten of met de inspiratie of met de gesprekken van vanmiddag, wat je daarmee gaat doen deze week. Welke actie je voor jezelf kan bedenken naar aanleiding van deze middag. Daar ben ik gewoon best wel benieuwd naar, namelijk wat daar uitkomt. Dus zet dat nog even in de chat. Dat maak je mij heel gelukkig. Even kijken wat daar nog op binnenkomt, dat er allemaal voor acties binnenkomen. Zijn er dingen die jij deze week gaat doen, Petra, wat je vanmiddag hebt gehoord of gezien, mensen die je hebt gesproken? Ik wil inderdaad gewoon weer meer mensen spreken en misschien ook gewoon mensen bellen, aangezien we dit soort meetings allemaal niet live hebben. Ja. Ik denk, we moeten toch meer samen doen. En als je allemaal op je zolderkamertje zit, dan wordt dat toch nog iets moeilijker dan het misschien al was. Dus dat je over concrete thema's even met iemand kan bellen of kan mailen of kan overleggen. Ja, en dat ik me dat dan nog een keertje voorneem om dat toch ook echt nog iets meer te gaan doen. Ja, precies. En voor jou, Tjesse? Ik denk ook vooral dat ik ben ook wel benieuwd wat er in de chat allemaal nog voorbij komt. Maar dit is ook wel een beetje het moment van, we zitten echt nog, qua onderzoek zitten we echt nog in de fase waarbij we aan het opstarten zijn. En waarbij ook in het onderzoek echt nog best wel mogelijkheden zijn om dingen mee te nemen. We bedenken nu zelf nog continu dingen. Sommige dingen die we hadden bedacht, die werken misschien niet. En nee. Dus als mensen ook daar, ook naar aanleiding van het filmpje, daar ideeën over hebben, dan hoor ik dat ook graag. Ook in de chat bijvoorbeeld. Ja, leuk. Dus dat is een... We daar dan nog in de chat iets voorbij zien komen. Of dat mensen nog mailen naar het mailadres waar de uitnodiging ook vandaan komt. Dan komt dat ook wel weer bij jou terecht. Of bij Petra, of bij wie het ook terecht moet komen. Ik ga even kijken wat er allemaal in zit, hoor. Meenemen richting traject omgevingsagenda vanuit de Novi, zegt Marcel. Even kijken, input meenemen voor artikel, tijdschrift, duin over dynamisering in de duinen. Nou, dus zelfs artikelinspiratie opgedaan. Veel energie om door te gaan met het pro-kustverhaal. Erik gaat lekker naar het strand. Nou, dat vind ik een bijzonder goed idee, zeker met dit weer. Doorgaan met de uitdagingen in het kustbeheer. Nou, mooi om dit allemaal... allemaal terug te lezen, mensen. En zoals gezegd, we gaan de chat ook met jullie delen. Dus dan valt dit nog terug te lezen. En als je dan denkt, daar wil ik echt bij aanhaken wat deze gaat doen. Ik wil ook met Erik naar het strand. Of ik ben benieuwd naar wat Stephanie precies met dat artikel gaat doen. Weet elkaar te vinden. Dat is denk ik een belangrijke uitkomst ook van vanmiddag. Dank jullie wel dat jullie vanmiddag meededen met deze eerste
combinatie van de workshop Dynamische Kustbeheer met de informatiedag van Natuurlijk Veilig, de eerste digitale editie. Er zijn amper mensen weggegaan, dus dat zie ik als een goed teken. Volgens mij heeft de techniek aardig goed gewerkt bij de meeste van ons. Daar ben ik heel blij om. En we zien elkaar vast weer terug, hopelijk volgend jaar in de gebruikelijke vorm en anders digitaal of aan de telefoon. Dankjewel. Dag.